deze serie gaan we het hebben over de 4 P's van succesvol ondernemen. In deze aflevering gaat het over de P van profit. Richard Koffijberg gaat dit geheel op zich nemen. Het mooie van deze man is dat hij zelf achter de stoel heeft gestaan, met de handen in het haar heeft gezeten, maar nu ook eigenaar is van de Business Factory. Het grote voordeel is dan dat je gewoon dezelfde taal spreekt en dat het heel makkelijk te begrijpen is. Als je nu denkt, waar gaat het over? Kijk dan eerst naar de introductiefilm waar de P's allemaal voor staan. En dit is de laatste die ik plaats op mijn YouTube kanaal. Dus alle filmpjes staan erop, in totaal 5. Voor nu zou ik zeggen, veel kijkplezier! Deze aflevering gaan we naar de P van profit, oftewel winst. De P van profit is een hele specialistische, omdat hier gaat het over omzet, hier gaat het over winst. Gewoon de poen van je bedrijf. En de vraag is ook, want daar is soms wel wat moed voor nodig, wat laat ik nog wel toe binnen mijn bedrijf en wat niet? We hebben de vorige P's al gehad bij product van diensten, welke ga ik nog aanbieden en welke niet. Het is natuurlijk het slimst als je diensten aanbiedt of producten verkoopt die jouw winstmarge flink vergroten. Namelijk bouw je een gezond bedrijf op. Winst heb je nodig. Winst is de toekomst van je bedrijf. Als je geen winst maakt, dan heb je geen toekomstperspectief. Dan kun je niet investeren, je kunt niet ontwikkelen. Je ziet nu bijvoorbeeld dat er heel veel vraag is naar groene producten. Dit moet je allemaal investeren. Soms moet je je inventaris aanpassen of je uiteindelijk een keer je bedrijf verbouwen. Soms moet je in educatie van je team of van jezelf investeren. Daar heb je gewoon winst voor nodig. Als je dat niet hebt, nogmaals, dan sta je echt op een mijnenveld te dansen. Want dan is het gewoon een kwestie van, wie trekt de stekker eruit? Doe je dat zelf? Of doet de bank het? Of doet je huisbaas het? Of misschien je hypotheekgever? Even een zwart scenario. Dit hoeft natuurlijk niet als je goed naar de P van profit kijkt. Nou, laten we dan beginnen met prijs. Vraag je wel een goede prijs voor dat wat je levert? Ik hoor je vragen. Wat is nou een goede prijs? Ja, denk daar eens over na. Wat is nou een goede prijs? Ik heb het antwoord voor je hoor. Een goede prijs is de prijs die de consument bereid is te betalen voor dat wat jij levert. En nogmaals, het moet niet over de top zijn. Maar als een consument tevreden is, dan zijn zij bereid om voor die zekerheid van een goede behandeling, om voor die zekerheid te betalen. Want dat is wat ze kopen eigenlijk bij je. Een consument, die zijn niet gek, maar die kan niet echt beoordelen of het nou vaktechnisch 100% is of 85%. Die kijkt alleen, zit het goed, ben ik goed behandeld, zijn ze vriendelijk en ja, voel ik me zeker als ik de salon verlaat. En al gezegd in een vorige P, op het moment dat je aan de onderkant van die markt opereert en je positioneert jezelf bij de P van prijs onderin, dat betekent dat je altijd goedkoper moet zijn of dat je altijd korting moet geven. Helaas is dat zo, want dan kom je mensen tegen die zijn echt goedkoper dan jij. Welke manier dan ook, maar zo werkt dat. En dan heb je ook een klantenkring die bereid is weg te lopen voor de goedkoopste. Een betere prijs betekent afscheid nemen van jou of van je bedrijf. Daar bouw je dus niks mee op, daar bouw je ook geen goede winst mee op. Wat zit er eigenlijk in een goede prijs? In een goede prijs zitten kosten. En die kosten moet je betalen. En daar heb je heel vaak eigenlijk alleen maar mee te maken als je gaat kijken naar de profitkant. Heel simpel, omzet min kosten is winst. Dat betekent, als je meer winst over wil houden, moet je of meer omzet gaan draaien of de kosten reduceren. Die twee knoppen zorgen voor meer of minder winst. Wat zit er nou eigenlijk in de omzet? Wat gebeurt er met de omzet die jij in de kassa hebt zitten? Wat je nu ziet is de omzetcirkel, de wet van de omzetcirkel. Dat is een model die laat zien dat de omzet is 100%, omdat een cirkel heeft geen begin en geen eind, is dus altijd 100.
En van die 100 euro omzet, laten we even bij 100 euro houden, waar gaan dan kosten heen en waar blijft al het geld? In de wet van de omzetcirkel, ik geef me even aan, dat is een richtlijn. Wij werken er zo langs die richtlijn, omdat ik dat helder vind. En ik ga zo even kijken waar je kunt draaien aan welke knoppen. Maar in theorie is het zo dat 52% van de omzet gaat gemiddeld op aan salariskosten. Dus aan salaris voor je personeel, voor je team. Ik ga er even van uit dat, dat je geen BV hebt, maar een eenmanszaak of vennootschap onder firma. Want als je namelijk een vennootschap onder firma hebt of een eenmanszaak, dan komt jouw inkomen uit de winst. Dus jij neemt een voorschot op de winst en dat wordt eind van het jaar verrekend. Heb je een besloten vennootschap ofwel een BV, dan sta je gewoon op de payroll en dan val jij met je salaris in die salarisschijf van 52%, maar dan zal die hoger worden. Maar dat snap je. 52% als gezegd gaat nou op naar salaris. Dan heb je nog meer van die koekdeeltjes, bijvoorbeeld 10% van je omzet mag opgaan aan huur van je pand, aan bedrijfskosten aan huur. 10% mag inkoop zijn. Dan heb je nog wat variabele kosten. Je hebt wat vaste lasten, reclames, rentes en dat soort dingen. En dan blijft er uiteindelijk 10% over van die hele grote koek. En dat is winst. Dat is niet zoveel. Dat is een gemiddelde. Maar stel je nou voor dat je zegt, ja, maar ik wil of meer winst, of ik heb op een bepaald moment meer winst nodig, omdat ik investeringen moet doen en zo. Ga dan eens goed kijken bij de kosten, waar kan ik dan reduceren? Koop slim je uren in bij je mensen. Ik was laatst bij een bedrijf en daar kwam ik op woensdagochtend. Ik had om 10:30 een afspraak met de ondernemer, was een ondernemer in dit geval. Ik was iets te vroeg, 10:00. En ik kom daar binnen en daar zitten drie prachtige kapsters zonder klanten. Dus ik vroeg van, goh joh. Zijn de klanten net klaar? Of nee, wij hebben het woensdag nooit zo druk. Nou, waarom zeg ik dat nou? Omdat op andere momenten hadden ze het namelijk wel heel druk, maar dan zitten ze vol. Dus dan ga je kijken, hoe kan ik nou in mijn uren, in mijn planning, kan ik sturen, zodat als die kappers of kapsters er zijn, dat ze dan ook weer ook omzet voor me maken. Effectiviteit, daar heb ik in een vorige P over gesproken. Dan ben je verzekerd van bijvoorbeeld 80%, 85% effectiviteit. Want die woensdagochtend haal je nooit meer in. Dat ben je gewoon kwijt. Op het moment dat zij dus meer omzet gaan maken voor jou. Dus dan is de omzet nog steeds 100 hoor. Maar laten we dan zeggen dat ze 5% meer maken. En we zetten hem even op 105. Dan zul je zien dat de kostenkant, dus de salarissen, naar beneden gaat. Zo kun je gaan kijken, hoe kan ik sturen? Wees slim met inkopen. Misschien kun je wel voor totaalbedrag per jaar 8% in plaats van 10% nemen. Dat betekent dat je weer 2% toe kan schrijven aan je winst. Kijk eens naar bijvoorbeeld de kosten die je maakt voor je pand. Of de rente die je betaalt. Of kijk eens naar misschien een voordelige energieleverancier. Dat zijn allemaal knoppen waar je in kunt draaien om tot het hoger winstgetal te komen. En dan ben je met een goede visie en een goed vizier aan je bedrijf aan het werk als het gaat om de winst, om het voortbestaan van je bedrijf. Dus wat mij betreft 52% is een enorme hap uit je omzet, hè? Salariskosten. Kijk nou, zonder mensen minder te laten werken, maar anders te laten werken op andere momenten. Ik ben bijvoorbeeld totaal geen voorstander van korting. Ik kom er zo op terug, maar korting vind ik absoluut vloek in de kerk. Maar stel nou eens voor dat je toch vindt dat je de medewerkers die je hebt alle dagen moet blijven werken, of je komt er qua uren niet uit. Ik ben ervan overtuigd dat jullie weekklanten hebben. En ik weet ook zeker dat die weekklanten komen altijd op vrijdag en zaterdag. Want dat willen ze graag. Daar zit wel een gevaar aan. Het zijn vaak oudere mensen. Als zij daar straks niet meer zijn, dan moet je maar eens gaan kijken of je die gaten op de vrijdag en de zaterdag op kan vullen met nieuwe klanten. Dat wordt lastig, want nieuwe klanten willen eigenlijk altijd, zeker als ze jonger zijn, op vrijdag en zaterdag komen. Maar dat gaat niet, want daar zitten die weekklanten. En op woensdag heb je vaak gaten en op dinsdag. Ik zou zeggen, als je dan toch iets weg wil geven aan die mensen en je wil ze bewegen naar een andere dag te komen, bied ze dan een voordeel op die dagen dat je eigenlijk geen omzet hebt. Dan heb je daar 100% meer omzet dan niks. En op de vrijdag en zaterdag heb je mogelijkheden om je bedrijf te laten groeien met nieuwe klanten.
Dat gaat werken. Dat gaat echt helpen in het vergroten van je omzet en het reduceren van je kosten, waardoor je winst toeneemt. Ik wil jullie... Jullie zien nu een plaatje en er staat prijsangst op. En dat is niet de klant of de consument die op dat plaatje staat. Dat is vaak de kapper of de kapster die prijs moet vragen. Die moet aan de consument vragen, dit is wat u kwijt bent. Dit heeft u gehad en dat moet u afrekenen. En dat vinden ze vaak lastig. Die kijken vaak van, joh, wel duur hè. Maar die kijken of ze het zelf wel of niet kunnen betalen. Maak die fout niet, hè, medewerkster of ondernemer. Kijk niet in de portemonnee van iemand anders en overtuig ze juist van het werk wat je hebt geleverd, dat dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Zekerheid, vakmanschap enzovoort. Ik heb een filmpje meegebracht, dat is van Jos Burgers. Jos Burgers is een marketinggoeroe, het is heerlijk om naar te kijken. En dat filmpje geeft hij aan hoe je met korting om moet gaan. Kijk even mee. U belt een klant belt u, brengt een offerte uit of wat dan ook, of u noemt uw uurtarief of wat dan ook. Hè? En die klant vindt u te duur. Ja? Wat is nou de beste aanpak die u kunt doen? Dat is trots zijn op het feit dat je duur bent. Want als je namelijk duur bent, hoef je niet zoveel uit te leggen. Degene die goedkoop is, moet heel veel uitleggen. Ja, die moet ook uitleggen dat het voor minder geld ook best gewoon redelijk is. Ja, en u hoeft niets uit te leggen. U hoeft alleen maar te zeggen, ja, we zijn uiteraard iets duurder. Mijn stelling is eigenlijk heel simpel. Als u dan toch te maken heeft met een klant die u te duur vindt, ja, dan kunt u het beste gewoon zeggen dat dat klopt. Begrip geven is goedkoper dan korting geven. Alles wat u geeft, krijgt u terug. En gaat u de klant verwijten dat hij het niet begrijpt, dan gaat die klant u verwijten dat u het niet snapt. En gaat u begrip tonen, is de kans groot dat die klant ook ineens begrip gaat tonen. Zo simpel is het. Maar wij proberen ons vaak te verdedigen of we voelen ons aangevallen. Denk u, wat duur enzovoort. Zij moest weten hier enzovoort. Hè. En ga nou eens gewoon mee met die klant. En geef hem dus nou eens gewoon begrip in plaats van korting. Nou, ik hoop dat jullie van het filmpje genoten hebben, net als ik. Dit maakt het zo helder. Geef nooit korting, maar voeg waarde toe. Dat is veel, veel beter dan korting geven. Je denkt overigens, als je een consument korting geeft, dat ze tevreden zijn. Maar dat is niet waar. Je maakt ze juist ontevreden. Want als je een consument korting geeft, dan denkt hij, hé, ik heb vorige keer te veel betaald. Of misschien kan ik wel meer korting krijgen. En je hebt de omzetcirkel gezien, hè? Meer korting betekent dat je je winst weggeeft. Dat gaat van jouw winst af. Prijzen niet verhogen, bijvoorbeeld of indexeren. Ik kom echt collega's van jullie tegen die al 2 jaar hun prijs niet hebben verhoogd met 2,5%. 10% winst. En dan 2 jaar lang niet verhogen, en dan reken ik het maar even gunstig en plat voor, heb je nog maar 5 of 6% winst. Dan kan je dus nog 2 jaar doen en dan besta je niet meer. Dus prijzen is zo belangrijk voor je winst, voor je profit binnen je bedrijf. Je zal sowieso, of je wil of niet, want alles wordt duurder, zal je sowieso op zijn minst moeten indexeren. Maar als jij een reële prijs vraagt voor de kwaliteit die jij levert, moet je ook gewoon op zijn tijd kunnen verhogen. En laten we nou eens afspreken dat we met z'n allen gaan van naar een prijs van niet 26,50, maar 29,50. En dan moet je eens kijken wat er met je bedrijf gebeurt. Tegen dezelfde kosten meer omzet. Ah, dat is fantastisch. Dan heb je zoveel meer ruimte ook om te ondernemen. En je bedrijf te laten groeien. Je medewerkers te ontwikkelen. Goede marketingacties te gaan doen. Heel gericht gaan kijken, waar laat ik het geld? Wat mag ik weggeven aan wie? In de vorige P hebben we, tijdens de vorige P hebben we de klantenpyramide. Zorg dat je vrienden en je familieleden, dat je die koestert, dat je die zo wat toestopt. Allemaal vanuit het marketingbudget. Als je dat hebt vanuit je winst, kun je heel veel doen met je klanten. En dan zul je zien, dan groeit je bedrijf gestaag. Even samenvattend. Wat zit er in de P van Profit? In basis gaat het over de prijs. Het is niet anders. De prijs die je vraagt bepaalt de mate van je winst. Samen met de kosten die je maakt voor je bedrijf. Er zijn 2 knoppen. De prijs, dus de omzet. Hè? De prijs die je vraagt reduceert een omzet. En de kosten reduceert zeg maar de omzet tot winst. Dat zijn belangrijke zaken. En er zit natuurlijk heel veel in
Je hebt de omzetcirkel. Je kijkt er goed naar. Kijk waar je kunt besparen. En doe daar je voordeel mee. Want een bedrijf zonder winst heeft geen voortbestaan. Dank jullie wel. Dit was de laatste P van Profit. En zeer zeker niet de onbelangrijkste, want ik denk dat we er allemaal wat tegenaan hikken als saloneigenaren met je prijzen, wat je moet vragen, want die vraag krijg ik zelf ook zo vaak gesteld. Ben je nu geïnteresseerd geraakt in heel dit verhaal, want alle filmpjes staan nu online, neem dan zeer zeker contact op met Richard Kofijberg, dat hij jou in de salon kan helpen. Dankjewel voor het kijken.